Vandaag geef ik een samenvatting van een boek genaamd De Kracht in Jezelf van Joseph Murphy. Ik heb 6 levensveranderende en praktische takeaways voor je voorbereid. Ik raad vooral aan de tweede takeaway te bekijken, waarin ik uitleg welke fouten je maakt waardoor je geen succes en geld in je leven kunt aantrekken. Je kent dit gevoel waarschijnlijk wel. Je werkt hard, je doet alles wat je kunt, maar op de een of andere manier krijg je niet wat je wilt. Erger nog, je krijgt uiteindelijk het tegenovergestelde van wat je wilt. Maar aan de andere kant zijn er mensen die niet eens lijken te proberen, maar die wel al het geld en succes krijgen. Hoe komt dat? Waarom krijgen sommige mensen zo moeiteloos wat ze willen, terwijl anderen een leven lang worstelen zonder succes? Het antwoord ligt in de manier waarop zij hun onderbewustzijn gebruiken. Voordat ik verder ga over dit onderwerp, zal ik eerst uitleggen hoe je onderbewustzijn werkt. Takeaway 1. Verschil tussen bewuste en onbewuste geest. De bewuste geest is als de kapitein van een schip. De kapitein blijft op het dek en kan zien waar hij vaart en alles controleren. Aan de andere kant kunnen ingenieurs, die verantwoordelijk zijn voor de besturing van de motoren en andere instrumenten, niet zien wat er buiten het schip gebeurt. Zij zitten in het schip en volgen de bevelen van de kapitein op. Ingenieurs zijn als het onderbewustzijn. De ingenieurs weten niet waar ze heen gaan. Ze volgen bevelen op. Ze zouden op de rotsen lopen als de kapitein verkeerde bevelen zou geven. Ze gehoorzamen de kapitein omdat hij de leiding heeft. Hij wordt verondersteld te weten wat hij doet. Op dezelfde manier is je bewuste geest de kapitein van je schip, je lichaam en je omgeving. Je onderbewustzijn neemt de bevelen op die je geeft, gebaseerd op wat je bewuste geest gelooft en als waar aanvaardt. Hij trekt de bevelen niet in twijfel. Hij gaat niet na of je gedachten goed of slecht, waar of onwaar zijn. Hij reageert op de aard van je gedachten. Het onderbewustzijn is als de grond. Wat je er ook plant, het zal groeien. De bodem zegt niet, laat me dit abrikozenzaadje voorrang geven boven een ander zaadje en meer voeding geven, omdat die op een dag vruchten zal dragen. Hij laat groeien wat je er ook plant, zonder onderscheid te maken in welk zaadje je hebt geplant. Je onderbewustzijn begrijpt ook geen grappen. Het gelooft je op je woord. Als een geoefend hypnotiseur onder hypnose een kopje water onder je neus houdt en je vertelt dat het een kopje vol peper is, zul je gaan niezen. Of als een hypnotiseur je vertelt dat je een kat of een hond bent, zul je als een kat of een hond gaan gedragen. Je onderbewustzijn heeft niet het vermogen om te discussiëren of te betwisten. Als je het verkeerde informatie geeft, zal het die als waar aanvaarden. Daarom, als je herhaaldelijk tegen jezelf zegt, ik kan me het niet veroorloven, gelooft je onderbewustzijn je op je woord. En zolang je blijft zeggen, ik kan me die auto, die vakantie, dat huis niet veroorloven, kun je er zeker van zijn dat je onderbewustzijn je bevelen zal opvolgen. Je zult door het leven gaan met het gemis van al deze dingen. En je zult geloven dat de omstandigheden het zo gemaakt hebben. Het zal niet bij je opkomen dat je die omstandigheden zelf hebt gecreëerd door je eigen gedachten. Takeaway 2. Je hebt het fundamentele recht om rijk te zijn. Laat niemand je schamen voor je verlangen om rijk te zijn. Het is niet alleen goed, maar heel goed om rijk te zijn. Als je bloed vrij circuleert in je lichaam, ben je gezond. Wanneer geld vrij circuleert in je leven, ben je economisch gezond. Er is niets mis met economisch gezond zijn. Armoede deugt niet. Het is een ziekte zoals elke andere geestesziekte. Als je lichamelijk ziek was, zou je je realiseren dat er iets mis is met je. Je zou hulp zoeken en proberen de aandoening meteen te genezen. Op dezelfde manier, als je niet voortdurend genoeg geld in je leven hebt, is er iets grondig mis met je. Maar heb je ooit nagedacht over wat er mis is met jou en waarom je niet kunt krijgen wat je wilt? Voor veel mensen zijn er 3 belangrijke redenen. Je kunt ze ook emoties noemen die hen afhouden van succes. Reden 1. Jaloezie. Toen ik als kind met mijn vrienden in de buurt speelde, zagen we vaak een jonge kerel in een dure auto rijden. Met mijn vrienden keken we dan allemaal jaloers naar de auto en zeiden dan dingen als,
Wat voor illegale dingen heeft die kerel wel niet gedaan om op jonge leeftijd zo'n luxe auto te kopen? Of waarom kunnen zulke arrogante kerels wel in een luxe auto rijden, maar wij niet? Eigenlijk zouden we allerlei afgunstige dingen achter de rug van die kerel zeggen, zonder hem zelfs maar te kennen of te weten wat hij doet. Na het lezen van boeken als deze heb ik mijn gedrag volledig veranderd. De reden dat ik veranderde was dat het onderhouden van afgunstige gedachten verwoestend is. Het plaatst je in een negatieve positie. Daarom stroomt rijkdom van je weg in plaats van naar je toe. Als je je ergert of irriteert aan de welvaart of grote rijkdom van een ander, dan heb je rijkdom van je weggeduwd. Onthoud dat je verliest wat je veroordeelt. Je kunt niet aantrekken wat je bekritiseert of benijdt. Zou je bij een vriendin of vriend blijven die je voortdurend bekritiseert? Natuurlijk niet. En rijkdom ook niet. Rijkdom is als een mooi blond meisje dat alleen aan de bar zit te wachten tot de heren haar schoonheid complimenteren en een drankje kopen. Als je haar benadert en haar schoonheid begint te bekritiseren, denk je dan dat ze met je uit zal gaan? Natuurlijk niet. Ze zal praten met de man die weet hoe hij haar moet waarderen. Als je jaloerse dingen hebt gedacht over iemands rijkdom, stop ermee. Voor je eigen bestwil. De gedachte die je over de ander hebt, is jouw gedachte omdat jij die denkt. Daarom creëer je in feite in je eigen ervaring wat je denkt en voelt over de ander. De suggestie die je aan een ander geeft, geef je ook aan jezelf. Want jouw geest is de bron die deze gedachte heeft geschapen. Je onderbewustzijn neemt het op en speelt het naar je terug. Als ik tegenwoordig een jonge man in een mooie auto zie rijden, ben ik blij voor hem. Ik ben blij dat hij gezegend is met zo'n mooie auto. In gedachten wens ik hem het beste en bedank ik hem omdat hij mij motiveert en mij laat zien wat mogelijk is. Ik zeg tegen mezelf, als hij het kan, kan ik het ook. Reden 2. Je probeert te hard. Stel dat je gevraagd wordt om over een smalle plank op de grond te lopen. Je zou het gemakkelijk doen, zonder twijfel. Maar stel nu dat dezelfde plank 50 meter hoog tussen twee muren lag. Zou je het dan ook nog doen? Waarschijnlijk niet. Je verlangen om over de lengte van de plank te lopen zou in conflict komen met je verbeelding. Je zou je voorstellen dat je naar beneden zou vallen. Je zou heel graag over de plank willen lopen, maar je angst om te vallen zou je ervan weerhouden te doen. Hoe meer moeite je doet om je verbeelding te overwinnen, hoe meer kracht eruit gaat van het idee dat je valt. De gedachte, ik zal mijn wilskracht gebruiken om mijn falen te overwinnen, leidt tot falen. Het is alsof je besluit niet aan een groen nijlpaard te denken. Het besluit zorgt ervoor dat het idee van een groen nijlpaard de geest domineert. En het onderbewustzijn reageert altijd meer op het dominante idee. En aangezien het dominante idee meestal mislukking is, is dat precies wat er uiteindelijk gebeurt. Dus wat is de bron van het probleem hier? Nou, het probleem is dat je te hard probeert. Probeer nooit met wilskracht het onderbewustzijn te dwingen je idee te accepteren. Zulke pogingen zijn gedoemd te mislukken. Je krijgt het tegenovergestelde van wat je wilt. De moeiteloze weg is beter. Je kent deze situatie waarschijnlijk wel. Je gaat naar een examen en je hebt het gevoel dat je het goed kent. Maar wanneer je een examenwerkstuk onder ogen krijgt, wordt je geest leeg. Al je kennis van het onderwerp is plotseling verdwenen. Je kunt je geen enkele relevante gedachte herinneren. Hoe harder je probeert, hoe verder de kennis lijkt te lopen. Wanneer je de examenzaal verlaat, neemt de mentale druk af. En plotseling stromen de antwoorden waarnaar je een paar minuten geleden nog zo wanhopig op zoek was, terug je geest in. De fout die je maakte was om te proberen jezelf te dwingen het je te herinneren. Wat is dan de oplossing? Ontspanning. Zet jezelf niet zo onder druk om de oplossing te vinden of hard te zoeken naar manieren om je doel te bereiken. Weet gewoon hoe het eindresultaat eruit zal zien en voel het geluk dat je zou voelen als je dat doel zou bereiken. Gevoel en verbeelding zijn de belangrijkste factoren van het onderbewustzijn. Je nieuwe idee moet je voelen in een afgewerkte staat. Als je dat doet, zal je onderbewustzijn hard werken om manieren te vinden om je doel te bereiken.
Je zult nieuwe ideeën krijgen, nieuwe mensen ontmoeten en nieuwe oplossingen zien. Het is superbelangrijk om op deze momenten open te staan voor nieuwe oplossingen. Soms zijn we zo gefixeerd op hoe de eindoplossing eruit zou moeten zien, dat we de perfecte oplossing die het onderbewustzijn presenteert, niet zien. Bijvoorbeeld, een paar maanden geleden had ik een financieel doel te bereiken. Ik wilde voor een bepaalde datum een bepaalde hoeveelheid geld verdienen. Dus visualiseerde ik mijn doel en stelde me voor hoe geweldig ik me zou voelen als ik zoveel geld zou verdienen. Voor een tijdje dacht ik dat ik dat geld zou verdienen via mijn YouTube-kanaal. Dus ik richtte al mijn aandacht op het kanaal. Maar op de een of andere manier kon ik geen resultaten boeken. Maar aan de andere kant kreeg ik geweldige vastgoeddeals. Op dat moment was ik niet van plan een woning te kopen. Maar op de een of andere manier werd ik in de richting van onroerend goed geduwd. Een tijd lang negeerde ik het, omdat ik dacht dat de beste manier om mijn doel te bereiken via mijn kanaal is. En me richten op mijn onroerend goed zal me wegduwen van mijn doel. Maar na een tijdje werden de signalen zo sterk dat ik het wel moest proberen. Binnen enkele weken kocht ik een nieuwe woning. Alles ging zo vlot en ik sloot het deal zeer snel. Het meest schokkende deel kwam toen ik de cijfers van die deal bekeek. Het bedrag dat ik ging verdienen was bijna 100% identiek aan het bedrag dat ik in mijn financiële doel had staan. En laat me je vertellen dat dat geen klein bedrag was en dat het verschil slechts een paar euro bedroeg. Mijn geest was blown away. Ik zat daar gewoon een paar minuten met een stomme glimlach op mijn gezicht te denken hoe dit mogelijk was. Zelfs nu kan ik niet begrijpen hoe het gebeurd is. Een deel van mij wil dat ik geloof dat het gewoon toeval was. Maar iets dergelijks is mij 3 keer overkomen. En in alle 3 de gevallen kwam de oplossing uit de meest onverwachte hoek. En in alle 3 de gevallen was het bedrag bijna 100% gelijk aan het doel dat ik had. Het verschil was altijd een paar euro. Niet een paar euro minder dan mijn doel, maar juist een paar euro meer. De moraal van dit verhaal is dat het belangrijk is open te staan voor nieuwe oplossingen bij het werken met het onderbewustzijn en niet vast te zitten aan 1 oplossing waarvan je denkt dat die de juiste is. Het is niet jouw taak te weten hoe je de bestemming zult bereiken. Het is jouw taak te weten waar je naartoe gaat. Je onderbewustzijn zal de beste route vinden om er te komen. Stel je voor, als je naar een dokter gaat, leg je eerst uit wat het probleem is en dan luister je naar de oplossing, toch? Je suggereert geen oplossingen voor je probleem. Als je zo slim was en de oplossing wist, zou je niet naar de dokter gaan. Als je naar de dokter bent gekomen, ga dan zitten en luister naar de oplossing. De oplossing vinden is de taak van de dokter en niet van jou. Op dezelfde manier, als je iets delegeert aan je onderbewustzijn, luister er dan naar en vertrouw op zijn kracht. Reden 3. Angst. Ik heb deze zin vaak gehoord. Ik zei affirmaties en deed visualisaties, maar ik kreeg geen resultaten. Nou, dat komt omdat je je waarschijnlijk 10 minuten later hebt overgegeven aan angstgedachten en het goede dat je had bevestigd hebt geneutraliseerd. Stel dat je in een taxi stapt en je vraagt de chauffeur je naar huis te brengen. Maar na een paar honderd meter vraag je de chauffeur je naar een ander adres te brengen. Na korte tijd verander je het adres opnieuw. Als je de bestemming om de paar honderd meter blijft veranderen, raakt de taxichauffeur in de war. Zelfs als hij je instructies zou willen volgen, is de kans groot dat hij dat niet kan. Hetzelfde geldt voor het werken met de enorme krachten van je onderbewustzijn. Je moet een duidelijk idee in je hoofd hebben. Je moet tot het definitieve besluit komen dat er een uitweg is, een oplossing voor het probleem. Zoals ik enkele minuten geleden al zei, is het idee dat zich realiseert het idee waaraan we de meeste aandacht besteden. Bijvoorbeeld, als je een examen of interview hebt, zul je meestal denken aan een mislukking als gevolg daarvan. Het is een mislukking die het onderbewustzijn in de werkelijkheid brengt. De angst voor mislukking creëert de ervaring van mislukking. Hier is een techniek om angst te overwinnen. Stel dat je bang bent om te zwemmen. Begin nu 3 of 4 keer per dag 5 of 10 minuten stil te zitten. Breng jezelf in een staat van diepe ontspanning.
Stel je nu voor dat je aan het zwemmen bent. Je voelt de koelte van het water en de beweging van je armen en benen. Het is een echte, levendige en vreugdevolle activiteit van de geest. Dit is geen ijdel dagdromen. Je begrijpt dat wat je in je verbeelding ervaart, zich in je onderbewustzijn zal ontwikkelen. Je zult gedwongen worden het beeld dat je in je diepere geest hebt geschapen tot uitdrukking te brengen. De volgende keer, als je zwemt, is het de vreugde die naar boven komt. Dit is de wet van het onderbewustzijn. Je kunt dezelfde techniek toepassen op andere angsten, zoals interviews, examens of het spreken in het openbaar. Takeaway 3. Hoe visualiseer je je doelen? De gemakkelijkste en meest voor de hand liggende manier om een doel te visualiseren is het in je geestesoog zo echt mogelijk te zien alsof het leeft. Nu vraag je je misschien af, is het mogelijk om dingen te zien die nog niet bestaan? En het antwoord is ja, natuurlijk. We kunnen dingen zien lang voordat ze bestaan. Zo is de computer of de telefoon die je nu gebruikt ontstaan. Iemand zag het voordat het bestond. Je hebt vast wel eens gehoord van het gezegde, tel je kippen niet voor ze uitkomen. Maar raad eens, wij mensen kunnen onze kippen tellen voordat ze uitkomen. Architecten doen het de hele tijd. Ze zien het gebouw in zijn volledige vorm voordat het bestaat. Het kan een lelijk of mooi gebouw zijn, maar het wordt eerst gecreëerd als een visualisatie. Het is dus mogelijk om dingen te zien voordat ze bestaan. In feite zou het dwaas zijn om iets te beginnen zonder het eerst in je geestesoog te visualiseren en te zien. Bijvoorbeeld, stel je voor dat je een man iets ziet bouwen en hem vraagt wat hij aan het bouwen is. En hij antwoordt, ik heb geen idee wat ik hier aan het bouwen ben. Ik ben gewoon stenen op elkaar aan het leggen en ik hoop dat het iets moois wordt. Je zou waarschijnlijk de politie bellen om deze gekke man weg te halen, zodat hij zichzelf en anderen geen kwaad doet. Het is dus niet alleen mogelijk, maar ook noodzakelijk om dingen te visualiseren en te zien voordat ze bestaan. De beste tijd om je doel te visualiseren is voordat je gaat slapen of na meditatie. De reden is dat wanneer je in ontspannen en slaperige toestand bent, het conflict tussen de bewuste geest en het onderbewustzijn vermindert. Dat betekent dat het onderbewustzijn gemakkelijker aan je doelen kan werken. Een ander voordeel van visualisatie voor het slapen is dat je je onderbewustzijn een taak geeft om aan te werken terwijl je slaapt. Veel mensen denken dat je overdag moe wordt en dat je gaat slapen om het lichaam te laten rusten. Maar niets rust in de slaap. Je hart, longen en al je vitale organen functioneren terwijl jij slaapt. Als je voor de slaap eet, wordt het voedsel verteerd. Je nagels en haar blijven groeien. Op dezelfde manier rust of slaapt je onderbewustzijn nooit. Het is altijd actief en controleert al je vitale krachten. Je brengt een derde van je hele leven in slaap door. En vele antwoorden op onze problemen komen tot ons als we slapen. Veel beroemde mensen hebben dit begrepen en zeer effectief gebruikt om oplossingen te vinden voor de problemen waar ze geconfronteerd mee werden. Nikola Tesla en Albert Einstein zijn slechts enkele van de vele voorbeelden. Takeaway 4. Hoe je begeleiding ontvangt van je onderbewustzijn. Wanneer je een moeilijke beslissing moet nemen, of wanneer je de oplossing van je probleem niet ziet, begin er dan onmiddellijk constructief over na te denken. Als je bang en bezorgd bent, denk je niet echt na. Echt denken is vrij van angst. Hier is een eenvoudige techniek die je kunt gebruiken om begeleiding te krijgen bij elk onderwerp. Stil de geest en maak het lichaam rustig. Vertel het lichaam om te ontspannen. Richt je gedachten op de oplossingen van je probleem. Probeer het op te lossen met je bewuste geest. Bedenk hoe gelukkig je zou zijn met de perfecte oplossing. Voel het gevoel dat je zou hebben als het perfecte antwoord nu van jou zou zijn. Laat je geest ontspannen spelen met deze stemming van geluk. Val dan in slaap. Als je wakker wordt en je hebt het antwoord niet, houd je dan met iets anders bezig. Terwijl je bezig bent, is het mogelijk dat het antwoord je te binnen schiet. Je krijgt het antwoord niet altijd van de ene op de andere dag. Dus blijf ermee bezig. Geloof dat je het antwoord nu hebt,
Voel de vreugde van het antwoord en de manier waarop je jezelf voelen als je het perfecte antwoord had. Je onderbewustzijn zal reageren op je gevoelens. Begeleiding komt als een voorgevoel, een innerlijk bewustzijn, een sterk gevoel dat je aanspoort bepaalde dingen te doen. Volg deze gevoelens met vertrouwen en twijfel nooit aan de kracht ervan. In het boek staan verschillende goede voorbeelden van hoe mensen deze techniek gebruikten om een antwoord of oplossing voor hun probleem te vinden. Het eenvoudigste voorbeeld was er een dat de auteur zelf overkwam. De auteur zegt dat hij deze techniek gebruikte om zijn verloren ring terug te vinden. Na verschillende herhalingen kreeg hij op een dag een ingeving dat hij zijn buurman Robert moest vragen. Maar dat had geen zin, omdat Robert nog maar een kind was en hij onmogelijk kon weten waar de ring was. Ondanks de aarzeling vroeg de schrijver het toch. Robert zei: "Oh ja, ik heb hem een paar dagen geleden gevonden en thuis op tafel gelegd." Takeaway 5. Hoe gebruik je het onderbewustzijn voor vergeving? Het leven vergeeft je altijd. Het vergeeft je als je je in je vingers snijdt door de wond te helen. Als je je hand verbrandt, geeft het je nieuwe huid en weefsel. Het leven koestert geen wrok tegen je. Het vergeeft altijd. Maar wij kunnen dat niet. We voelen ons jarenlang schuldig voor de dingen die we in het verleden hebben gedaan. We blijven onszelf de schuld geven en voelen ons vreselijk, telkens als we ons herinneren wat we deden of zeiden. We hebben allemaal één of twee dingen die we in het verleden hebben gedaan, waar we spijt van hebben en die we onszelf of anderen niet kunnen vergeven. Misschien heb je iets tegen je ouders gezegd dat hen erg heeft gekwetst. Of deed je iets tegen je vriend wat je niet had moeten doen. Er zijn jaren verstreken, maar je voelt je nog steeds vreselijk. Als wat ik net beschreef op jou van toepassing is, luister dan goed. Wetenschappers vertellen ons dat elke cel in ons lichaam elke 11 maanden wordt vervangen. Zowel fysiek als psychologisch. Weet je wat dat betekent? Het betekent dat je elke 11 maanden herboren wordt. De persoon die jaren geleden iets verkeerds deed, is nu letterlijk dood. Als je nog steeds lijdt voor de dingen die je lang geleden deed, geef je een onschuldig persoon de schuld, mijn vriend. Laat me je dit vragen. Als je dezelfde gebeurtenis vandaag opnieuw zou kunnen beleven, zou je dan dingen doen en zeggen zoals jaren geleden? Waarschijnlijk niet, toch? Als dat het geval is, zou het dan niet logischer zijn om jezelf te vergeven en niet langer te lijden onder de fouten van een dode? Takeaway 6. Hoe gebruik je het onderbewustzijn voor genezing? Als je een horloge maakt en dat horloge werkt op een dag niet meer, dan weet je toch hoe je het moet repareren. Het onderbewustzijn is als een horlogemaker. Het heeft je lichaam geschapen en weet precies hoe het alle vitale functies van je lichaam moet genezen en herstellen. Of je nu wakker bent of slaapt, je onderbewustzijn bestuurt alle processen van je lichaam zonder de hulp van je bewuste geest. Je hart klopt, je ademt enzovoort. Als je gedwongen zou worden de functies van je lichaam met je bewuste geest te bedienen, zou je waarschijnlijk binnen een paar minuten sterven, omdat het proces zeer complex is. De hart-longmachine die gebruikt wordt bij de open hartoperaties is een van de wonderen van de moderne medische technologie. Maar wat hij doet is oneindig veel eenvoudiger dan wat je onderbewustzijn 24 uur per dag doet, elke dag. Je bewuste geest kan je lichaam niet bedienen, maar hij kan wel een goede werking in de weg staan. Als je een gewoon mens in de cockpit van een vliegtuig zet, zou hij niet weten hoe hij het vliegtuig moet besturen. Maar hij zou zeker weten hoe hij de piloot kan afleiden en een probleem kan veroorzaken. Op soortgelijke wijze verstoren producten van de bewuste geest, zoals zorgen of angst, vrees en depressie, de normale werking van hart, longen en maag. En veroorzaken ze problemen. Stress veroorzaakt problemen voor het harmonieus functioneren van je onderbewustzijn. Wanneer je je lichamelijk en geestelijk gestoord voelt, is het beste wat je kunt doen loslaten, ontspannen en de raderen van je denkproces vertragen. Begin de deur naar je bewuste geest te bewaken, zoals een lijfwacht de deur bewaakt.
Let zorgvuldig op alle ideeën en gedachten die proberen binnen te komen en laat alleen de positieve binnen. Voed je onderbewustzijn met gedachten van harmonie, gezondheid en vrede en alle functies van je lichaam zullen verbeteren. Houd je bewuste geest bezig met de verwachting van het beste en je onderbewustzijn zal je gewoontegedachten reproduceren. Stel je het goede einde of de oplossing van je probleem voor. Voel de sensatie van voltooiing. Het gevoel van gezondheid produceert gezondheid. Het gevoel van rijkdom produceert rijkdom. Houd dit altijd in gedachten. Het dominante idee wordt altijd geaccepteerd door je onderbewustzijn. Het dominante idee moet gezondheid en rijkdom zijn, niet armoede of ziekte. Dit was de laatste takeaway van het boek. Nu een paar woorden over het boek zelf. Over het algemeen vind ik het een goed boek en de moeite waard om uit te zoeken. Het boek staat ook vol met waargebeurde verhalen die laten zien hoe mensen het onderbewustzijn gebruikten om hun doelen te bereiken of zichzelf te genezen. Als je deze video leuk vond en meer wil zien, bekijk dan de afspeellijst die je op het scherm ziet. Bedankt voor het kijken!